Al voor de vierde keer staat Editors op Pukkelpop, maar het Pukkelpop-publiek lijkt de Lommense band nog lang niet beu. Binnenkort duiken de Britten een tijdje de studio in, maar eerst dus nog even de festivalweide inzegenen voor nog twee mooie festivaldagen. Iets later in de marquee was het de beurt aan Oscar and the Wolf, een schot in de roos. Nochtans is Max Colombi zelf geen festivalbeest. Nee, ik ga niet naar festivals. Ik ben echt geen festivalganger. Ik heb het moeilijk om in een massa te staan en begin ik word ik paranoia en zo. Dus, Serieus? Ja, echt. Ik ben echt niet graag tussen te veel mensen. Ik ben liever met een beetje minder mensen samen. Maar daar was duidelijk niks van te merken. De band bestaat 4 jaar, maar brak dit jaar helemaal door. Het publiek ging zonder weerstand mee op de dromerige wolk van Oscar and the Wolf. De nieuwste single Strange Entity zal daar wel iets mee te maken hebben. Ook de Limburgers zijn altijd stevig vertegenwoordigd op Pukkelpop. Eentje die absoluut niet mag ontbreken is Mauro Pavlovski. Met zijn groep Odi Pavlovski zette hij gisteravond de Wablief-tent op zijn kop. Leuk voor jou? Je staat ieder jaar op Pukkelpop. Ja, tuurlijk is dat leuk. Dat is mijn werk, hè. Dat is zo, je bezoekt me nu op mijn werk. Je ziet soms weer een documentaire, iemand staat aan de band of de bakker. Man bij het hond. En die zegt, ja, dat maak ik mijn patekes. Dat is hier mijn werk, hè. Dat is zo van zo werken. Dan wandel ik naar het podium en dat is een micro. En dat is zo geluidsinstallatie via Electric. Geen patekes in de Wablief-tent, wel Mauro Filet puur. Het publiek zag dat het goed was. De eerste festivaldag op Pukkelpop belooft veel goeds voor de komende dagen.